Dit zijn de kaartjes voor de boogschutter voor augustus. Welkom allemaal. Ik ga werken met de fairy kaartjes, dus de elfenkaartjes en de engelen en kristallenkaartjes. Allebei van Doing Virtual. Oh leuk, de romantic partner komt. Als je dus in een relatie zit, dan gaat die partner wat leuks voor je doen. Maar ik heb over van anderen dat in augustus ook een maand is van nieuwe liefdes. Dus, dus een krachtig persoon hoor, die in je leven komt. Nou, prachtig. Gaan we eens even kijken wat... Luister naar je intuïtie. He, we leven het leven hier, het aardse leven, maar we zijn eigenlijk veel groter, he, met ons hogere zelf. Connect met de maan. Luister naar je intuïtie. Luister naar je hart. Neem tijd voor jezelf. En ook met betrekking tot de relatie. He, neem ook tijd voor jezelf. Gewoon. Oké. En ga lekker dansen. Of ga lekker bewegen. Beweeg je lichaam. Kom in beweging. Wauw, dus ook in de natuur en met de maan erbij. Helemaal mooi. Allemaal paddenstoelen zijn erbij en elfjes die muziek maken. Dus er is wel contentment, hè? Dus het is wel echt heel tevredenheid, zeg maar. We gaan even kijken wat de andere kaartjes daarvan zeggen. Oké, het eerste kaartje is van calcite. Gele steen, zeg maar. Drukte en multitasking. Beheers je agenda als je het heel druk hebt en kijk eens eerlijk naar de onderliggende redenen van deze drukte. Dus, als je bijvoorbeeld met die partner bij je binnenkomt, hè, er mag wel een beetje rust zijn om die partner binnen te kunnen laten komen, maar ook als hij binnenkomt, neem toch tijd voor jezelf ook nog, dat je rustig blijft. Hè? En dan komt de regenboogkwarts, titanium regenboogkwarts, met veelzijdigheid. Prachtig, hè? Al die kleuren. De situatie of de persoon waar je een vraag over stelt, bevat veel lagen. Listen en lagen. Dus, als je zegt, ik vertrouw mijn intuïtie en is dit de juiste persoon voor me, dan heb je waarschijnlijk die hele persoon nog niet helemaal ontdekt. Er zijn nog meer dingen, maar het gaat ook om dat als je personen in je leven hebt, die misschien zeggen, nou, jij bent nog niet aan die partner toe, of die allemaal weer commentaar hebben, die negatief zijn. Nou, die mag je ook gewoon zeggen van, nou, daar heb ik even wat minder contact mee, zeg maar. Dat je gewoon goed voor jezelf zorgt en alleen goed luistert naar je intuïtie, naar je gevoel. Dat je alles aan kan, hè, want dat ligt er wel. En bij die beweging ligt ook die verminderen van stress. Met watermeloen, toemalijn. Ontspan je geest en lichamelijk, geestelijk en lichamelijk en schoon je agenda op. Je hebt behoefte aan rust. Je moet jezelf opladen en een nieuw leven krijgen. Als je lekker gaat dansen, tijd voor jezelf neemt, verminderd van stress, dat ligt hier al, hè? Neem gewoon de tijd om die persoon te leren kennen. Hè? Het hoeft ook niet gelijk dat je die persoon helemaal gelijk al in de eerste maand helemaal moet leren kennen. Misschien zeg je van, oh, ik heb nog meer duidelijkheid nodig voor mezelf. Of het is nog niet duidelijk genoeg voor mij. Nou, kom dan langs voor een persoonlijke consult. En als je vastzit en je komt niet verder, nou, dan kan ik je natuurlijk ook helpen. En anders zie ik jullie graag weer volgende maand. Dag!